Nou, de Botlekbrug vandaag open. In de eerste fase een mega prestatie. Ook een uniek object. Misschien wel de grootste in zijn soort in de wereld. Het is echt een enorme prestatie. Omdat, die oude brug die zat er gewoon nog. En al die wegen die slingen eromheen. En ze hebben die nieuwe brug eromheen weten te bouwen. Ja, voor mij in een vrij korte tijd. En dat vind ik een hele mooie prestatie. Dan mag ik u als eerste eroverheen. Ik zou zeggen, plank gas. Ja, dat, even strepen trekken. Dat ook. Ja. Die afspraak staat. We gaan het proberen. Dus proberen in te houden, denk ik. Hè. Met waardigheid proberen de brug opnieuw in gebruik te mogen nemen. Het voordeel hier van deze brug is nu dat hij niet zo vaak meer open hoeft natuurlijk. Ja, hij moet nog steeds open. Ja, maar niet meer zo vaak, dat toch? Niet zo vaak, dat is wel een rekening maar op, ja. 7 tot 8 keer per uur ging de oude Botlekbrug open en deze is de verwachting 1 keer per uur, misschien 1 keer in de 2 uur. Hij is ook gebouwd, de brug, om heel snel open dicht te kunnen gaan. Het brugdek, dat gaat in 2 minuten omhoog, dat is hartstikke snel. Dus dat is ook speciaal gedaan om het oponthoud als de brug open is zo klein mogelijk te maken. We moeten als hoofdlieden wel een omwegje maken natuurlijk. Hè? Maar ik denk dat op zich, gezien de route die we nu gereden hebben eventjes, dat het best wel een goede omleiding zou kunnen zijn. En een toevoeging zijn aan het makkelijker breed maken van hoofdvliet. 2017 moet de hele brug ongeveer klaar zijn. Ja, en dan krijg je nog de sloop van de oude Botlekbrug. En pas als dat helemaal gedaan is, dan zijn we helemaal klaar. En in die tussentijd, hè, want je ziet dat de langzaam verkeersverbinding, dus het fietspad en het pad voor de trekkers, dat moet ook nog gebouwd worden. Dat zal ook in 2016, 2017 gaan plaatsvinden.